deze nieuwe video van Bolstar. We gaan een eigen soort prank uithalen met de buurvrouw. Ik vind dat wel grappig eigenlijk, dus we gaan een papiertje schrijven. We gaan dat in een doos doen en die doos gaan we dan dicht plakken en dan gaan we bellen aan de deur en dan gaat zij de doos openmaken, dingen, pakketjes voor haar. En dan zit daar iets anders in, alleen maar een briefje met iets op eigenlijk. Dat is de bedoeling dat we nu gaan doen eigenlijk. Ondertussen zit hij ook live op TikTok. Dus dat ben ik ook eventjes aan het doen. Ja, het is een beetje dubbele dingen. Maar dat gaat wel lukken. Dus we hebben hier een papier. Dat papier dat moet niet zo groot zijn. Voilà, zoiets of zo. Dan gaan we hier iets opschrijven. Bijvoorbeeld kunnen we schrijven van het mooiste. Dat ben jij of zo. Of zoiets van die dingen allemaal. En dan op de achterkant was een prank of zoiets, of het was een grap. En dat wil ik eigenlijk doen, dus dan gewoon aanbellen, pakketten te zetten, zien dat ze de deur open mag natuurlijk. We kunnen ook, hey mama panda, zeggen van, er is een pakketje voor jou geleverd, dus dat moet je bekijken. Nu moet ik de tekst nog bedenken die we erop zetten en we gaan eens even kijken hoe dat we dat doen. Even dus de camera weer hier zitten, dat mensen ook ons kunnen volgen. Jullie zitten met die denken, wat zit hier te praten. Ik ben ondertussen ook de vlog aan het opnemen, omdat je het ook wil doen met jullie erbij. Dus daarom zijn we nu dubbel ding aan het doen. Dus daarom, het is dat jullie het weten. Dus moet ik je nog een tekstje vertellen. Daar ga ik nu eventjes over nadenken. Zodat dat zeker een goede tekst is natuurlijk wat opkomt. Dus ben eens benieuwd. Dus we gaan dat nu schrijven. Het mooiste cadeau dat ben jij. Zo. Dan schrijven we eronder. Groetjes, Bolstar. Ik ga er wel stil bij schrijven, anders dan weet de buurvrouw niet dat het van mij komt. Hè. Bolstar, stil. Voilà. Dus dat heb ik nu geschreven, mensen. Dat is mijn buurvrouw. Zo. Dan gaan we dat in de doos steken. Zo. Jammer dat we maar één doos hebben, anders dan zouden we dat met twee buren kunnen doen. Ja. Maar dat hebben we niet. We hebben één doos en dan steken we er nog één. Dus opnieuw beginnen. Welkom iedereen. Als jullie dat horen, dat is voor op TikTok. Wacht, ik ga even een papiertje pakken, want het is te klein om te schrijven. Dus het is wel een beetje zeer wat staat te doen om ingezet te schrijven. Hey, welkom. Ik zie dat we al iemand nodig hebben. Maar die een wil niet en die andere wil het gaat niet. Ik wil echt zo graag dual life gaan, maar ja, het is niet gemakkelijk als niemand wilt. Ik kan je niet dual life gaan. Iedereen vraagt van ja, kan je dat? Ja, ik kan dat, maar dan moeten ze wel opnemen. En als die persoon dat niet wilt, het is alleen maar de personen die live zijn die dat te kunnen. Dus kan ik niets doen. Als die dat niet akkoord gaat, dan kunnen we niet live gaan. Dual life natuurlijk. Ik ben even een brief aan het schrijven, dat wordt allemaal met de mop. Het moet wel snel, want straks is het donker en dat is niet zo plezant. Dus,
Zo. Dus is het briefje dat we gaan insteken. Dan moeten we de doos hebben. Dus dan gaan we even de doos bijpakken. Zo. Dat is de doos. Briefje er natuurlijk uit. En dan gaan we... Zo, dus de doos. En dan gaan we dat briefje erin leggen. Zo. Misschien wat kleiner. Achter. Dan moeten we opvallen natuurlijk dat briefje waar zit dan. Veel mensen. Voilà, dit erin. Zo. Moeten we iets vinden dat we dit kunnen inleggen? Zodat dat, want nu is het alleen dat briefje, dat is een beetje kaal, hè? Zo. Deze is kijk voor envelop. Knap. Welkom iedereen. Zien we dat we hier hebben. Zo. Hey Suzanne. Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Ik neem mee naar Rome of Parijs. We zullen er nog een paar woordjes steken. Bijvoorbeeld. Als je vragen hebt, dan mocht je ze altijd stellen, hè?
Dat was geen enkel probleem. Zo. Voor jullie allemaal een hartje. Je mik me. Zelf 2009. Moet u het alleen nog afgeven. Straks. Moet misschien de doos ook inpakken. Ook. Heb je nog allemaal woordjes die we kunnen schrijven? Lieve woordjes natuurlijk. Dus dit is de doos die het gaat worden. Het is hem eigenlijk perfect eigenlijk. Hè. Prachtig gedaan. Eigenlijk is het ook een goede hoorn. Het is niet leeg. Dat doe ik niet. Dus ben eens benieuwd hoe ze gaat reageren. Natuurlijk, wij zien dat niet. Maar ik hoop dat ze thuis is natuurlijk, want ik ga die wel moeten afgeven voor de deur zetten. Dus dat zijn we, en ik ga die ook nog een beetje misschien inpakken of zo de deur zetten. Dus we gaan nu het cadeautje inpakken, omdat we zijn beslist hier op de live om dat zo te doen. Dus dan gaan we dat ook doen. Dus om het zo wat een beetje echt te doen lijken. Ik vind het wel grappig dat we dit zo eigenlijk doen, want ik vind het altijd leuk als we zo mensen kunnen verrassen. Zo. En zeker deze corona-tijden. Dat is wel heel leuk, hè. En eentje, hoe gaat het met jou? Ik ga eens iemand moeten aanklikken, eigenlijk gewoon om te zien hoe dat werkt, hè. Wat iemand dat wilt. Maar ik vrees dat er niet veel mensen dat willen eigenlijk, dat doe je gewoon live doen, dus vrees ervoor. Je hebt natuurlijk mensen die daar heel enthousiast in zijn, die er al weken op aan het wachten zijn. Je hebt natuurlijk mensen die zoiets hebben gehad van, nee, liever niet. Dus... Dat heb je dus ook aan. Ik zie dat wel persoonlijk wel zitten, maar ik heb zo'n beetje schrik. Ja, ik ken iedereen. Dus, en als je die dan aanklikt, ja, dat is wat anders. Dan word ik misschien wat stiller. En dat is niet zo leuk natuurlijk, hè. Dus, voor jullie dat ik wat stiller ben. Dus daarom, van, is ingepakt. Zo. Wat bedoel je? Je kunt dus de... Voor uw pakket cadeautje in, voor mijn pure vrouw. Wat bedoel je? Dus vanaf vandaag kunnen jullie dus... live gaan. Dus je kunt met mensen live gaan die ook live zijn. Maar het probleem is alleen een beetje dat ik niet zo goed weet wie ik moet aanklikken. Omdat ik wel heel veel mensen volg, maar ik heb die nog nooit in het echt gezien. Als mensen voor de eerste keer in de echt zien, bedoel voor zo praten, dan is dat voor mij altijd een beetje een struikelblok. Door mijn autisme ook wel een stukje, maar ook door gewoon dat het heel moeilijk is om met die mensen dan te praten. Dus ik ben eigenlijk weer aan het zoeken wie kan ik aanklikken. Dus wij gaan een cadeautje afgeven bij Rabia. Dat vind ik wel heel spannend, want ik zeg het, we kunnen niet alles meekomen vloggen. Want ja, zij komt nooit in de vlog, dus is dat wel, weten we nooit hoe dat hij reageert. Dat is het spijtigste aan al die opdrachten die we doen. Maar het is wel een coole vlog, eigenlijk. Dus dat is wel het enige nadeel van alles. Dus dat is het in ingepakt. Het is gebroken. Nee, grapje, nee, mens. Zo. Wat staal mee naar buiten. Nu is het natuurlijk wel grappig, want het is al gesloten. Dus dat maakt het natuurlijk wel spannend. Want de deur niet uitvalt ondertussen. Want dat zou ik niet leuk vinden. Dus ik vind het wel spannend. De baan aan het doen, hè.
moet heel wachten en wachten. Ik heb het hier even gezet. Dus ik moet het dan afgeven, hè, ja, het voor cadeau. Schrap dat daar het licht gaat branden. Ze was super blij eigenlijk, Rabia. Dus we gaan dit nu ook nog terugmaken voor elk eigenlijk juist hetzelfde. Ze heeft de doos gewoon terug meegegeven. En alles heeft ze dus bewaard. Dus dat gaan we dat nu doen voor elke. We moeten er alleen nog gewoon elke maken en een brief schrijven. Dus dat gaan we nu even doen. Dus dat kan niet lang duren. Dus dat gaan we eventjes gewoon weg doen. Dus zo. En dan doen we hier elke op. Zo. Ah. De batterij is bijna plat, mensen. Zo. Ah. Maak een nieuwe start. Elke in ons achterhoofd. Voilà. Nieuw cadeautje. Nieuwe inspiratie, nieuwe kansen, nieuwe dingen. Ik mag eens op haar bel gaan drukken. Bel bedoel ik wel. Dingeling. Charlotte, oké, man. Ik hoop dat de batterij nog een tijdje meegaat. Het is vooral op jou, hè. We staan een keer weer, hè. Met een cadeautje in mijn handen. En voor de deur. Voilà. Zij was super blij en ik ook. Dus vond je het een leuke video, dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En als je nu opdrachten weet, laat het zeker onder weten.